Na de succesvolle editie van vorig jaar houdt Omroep Brabant ook dit jaar weer de actie Samen voor de Voedselbank. Doel, zoveel mogelijk houdbare producten inzamelen voor mensen die afhankelijk zijn van die voedselbank. Vanaf nu kunt u producten inleveren in heel Brabant. En degene die daar alles vanaf weet is onze verslaggever Arianne de Jong. Arianne is op dit moment in Schijndel. Ja, Arie, jij weet er alles van. Waar kan je al die producten inleveren? Nou, je kan die producten eigenlijk overal inleveren. Je kan je beter vragen waar kan je ze niet inleveren. Je kan ze op 60 plaatsen in onze provincie inleveren. Er rijdt ook dagelijks een karavaan door de provincie. Deze ochtend is die in Schijndel en vanmiddag zijn ze in Deurne. Nou, worden er producten ingezameld voor mensen die heel goed kunnen gebruiken. Aan welke producten moeten we dan denken? Moet je denken aan koffie, langhoudbare melk, spaghetti, macaroni, al dat soort dingetjes die, die je gewoon lang kan bewaren. Groenten, maar dan liever in blik in plaats van in pot, want potten kunnen weer kapot gaan tijdens het vervoeren. Dat zijn dingetjes waar je allemaal aan moet denken. En die mensen die hebben dat echt heel erg hard nodig. Je hoort vaak van die berichten van mensen dat ze zeggen van nou, ik zie altijd mensen met hele dure auto's, zie ik die pakketten ophalen bij de voedselbank. Maar er zit altijd een heel sterk verhaal achter hoor. Ik heb aardig wat mensen gesproken de afgelopen tijd. En dat zijn schrijnende verhalen. Je komt echt niet zomaar door die commissie heen om zo'n voedselpakket te krijgen. En als je dan zo'n dure auto ziet, dan zal die waarschijnlijk van de buurvrouw zijn die dat voedselpakket gaat ophalen. Omdat de persoon in kwestie te veel last heeft op die dag bijvoorbeeld van reuma vanwege het slechte weer. Weet je, Arianne, hoeveel mensen in Brabant afhankelijk zijn van de voedselbank? Nou, daar moet je echt niet van schrikken. Het zijn er namelijk heel erg veel. 13.000 mensen zijn in Brabant afhankelijk van die voedselbank. 8.000 gezinnen, nou, dat zijn er dus heel wat. Hè? Dus vandaar dat het ook heel erg belangrijk is dat er heel veel pakketten worden ingezameld. Ik moet zeggen dat hier in Schijndel, nou, dat de start van de actie in ieder geval, dat mij dan een heel warm gevoel geeft. Gaat al, er komen al veel mensen met de pakketten aan. En de eigenaar van de supermarkt hier achter mij heeft zojuist ook €500 aan eten gedoneerd. Nou wordt deze actie voor het tweede jaar gehouden, Arianne. Bijna alle regionale omroepen doen eraan mee. Hoe ziet die actie eruit? Nou, je zal bij ons op tv, op radio, op internet, dan zal je echt om de oren geslagen worden met alles wat de voedselbank is. En terecht, want het is een verdomd goede actie. Dat duurt 2 weken. Dus over 2 weken op vrijdag, dan maken we de eindstand bekend over hoeveel dat er opgehaald is. Nou, en als dat maar een beetje in de buurt komt van vorig jaar, dan zijn wij in ieder geval al heel erg blij. Arianne de Jong vanuit Schijndel. Dank